Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. In deze video heb ik een korte mededeling voor jullie en ik heb jullie hulp nodig. Want je wilt er misschien nog niet aan denken, want iedereen heeft waarschijnlijk net aan weer vakantie. Je gaat nog lekker op vakantie, lekker bruin worden of leuke gezellige dingen doen met je vriendinnen. Maar ja, helaas, over een paar weken gaat school wel weer beginnen. En ik zat er vorig jaar al een keertje aan te denken, maar toen heb ik het uiteindelijk niet gedaan. Ik wilde namelijk een back to school serie gaan starten. En vorig jaar heb ik het niet uitgevoerd, maar nu dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon echt even een keertje doen. Dus bij deze, ik wil dit jaar een back to school serie gaan starten. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En wat houdt het nou precies in? Ik wil 4 of 5 video's over school gaan uploaden. En daar wil ik mee beginnen op de helft van augustus en dan nog een paar uploaden als misschien school net aan weer is begonnen. Dus ja, dan heb je een beetje voorbereiding voor school. En daarvoor had ik een paar ideetjes. Ik wil namelijk een sketch video gaan doen. Tips voor de brugklas met dingen die mij zijn overkomen, maar ook leuke en grappige verhalen. Een DIY, misschien mijn agenda pimpen die ik had gekocht in de HEMA video. Als jullie dat leuk vinden, als jullie iets beters weten waar ik nog beter over na kan denken, laat even weten in de reacties. Misschien een lunch en snack video. En als allerlaatste, waar ik jullie hulp dus voor nodig heb, een Q&A video die over school gaat. Want ik zit nu zelf op het mbo, op het Graafs Lyceum in Utrecht. Ik heb dus de basisschool gehad, de middelbare school. En zit nu dus op het mbo en ik ga naar het tweede jaar toe. En het leek me wel heel erg leuk om een Q&A te doen. Dus die vragen mogen over van alles gaan. Laat lekker achter wat je wilt horen van mij. Het mag over mij persoonlijk gaan. Dus over iets dat ik heb meegemaakt. Of een tip waarvoor je iets nodig hebt. Over de basisschool, middelbare school, mbo. Mijn ervaring met iets. Het mag van alles zijn als het maar met school te maken heeft. Dus laat je al je vragen lekker achter. Dus ik hoop dat ik genoeg vragen binnenkrijg zodat ik die Q&A kan maken. Dus laat alles lekker achter wat je wil weten. Ik kijk wel wat ik gebruik. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vinden. Als jullie nog verbeteringen hebben of betere ideeën waar ik verder over na kan denken, laat het zeker eventjes achter. En je vragen natuurlijk. Zou ik voor nu zeggen, nog fijne vakantie. Bedankt voor het kijken. Als je mijn serie wilt zien, abonneer dan alvast, zodat je dat vanzelf in je abonnementenbox krijgt. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei!